Heelmeester voor AM, de beste psychiater die ik ooit gehad heb. Kijk, de kosmos heeft een spiegel ontdekt. Het licht weerkaatst naar alle hoeken, in alle diepten, volop zuiveren, als ook de magische warmwaterbronnen. Tuur, zij zijn moe van het wapengekletter in hun hoofden, moe gestreden van de dromen die doelloos omkomen. Open vizieren en versplinterde lansen in een neurotische wereld. Neurotische wereld. Bij voorbaat verslagen in een uit de tijd gerukt geestelijk toernooi. Laat niet toe die verstikkende adem van de waanzinnige ridders, ontpop paupers en stofbijters, tot koningen en koninginnen. Zie uw meester vermomd als schildknaap, verheug u, want koning Richard leeft. Ik was van zand, van water, en de lucht bracht mij door het vuur naar de oase van jouw stem en helend vermogen. Zoals men vroeger in de woestijnen van Egypte naar heilige kluizenaars ging om nieuw te worden. Nieuw geboren. Aarde die zich omvormt, tabernakel zijn in de schaduw van de draken, gedrochten, kannibalen. Daar de therapeuten in en om jou werken, sta mij toe te knielen en zegen mij, een van uw diep gewonde pelgrims. Jij wees naar het pijlkruid, toen mijn dagen in Gottesdämmerung wegleden als keien in een moeras. Heer Pan, jij liet de gekristalliseerde runetekens schitteren in mijn flakkerende ziel. Weten dat er in deze eindeloze woestijn, dat er in deze moordende hitte, een heilige is die mij kan zien zoals God mij ziet. Een diep ingewijde rozenkruiser. Dat is een remedie die voortduurt, gelijk het bijbelse meel dat nooit opraakt. Hoe op ik zelf ook ben. Kom, Hebreeuwse kabbalist, dan doe ik een knoop in je zakdoek om je te herinneren aan mijn dankbaarheid. Tigris, laat die man zijn vleugels houden. Eufraat, laat zeemeerminnen als water rond zijn vermoeide leden gaan. Drink zijn geest en verjong hem keer op keer. Noem hem de onverschrokken Merlijn van Nederland. En laat de gebrokenen, de ontzielden, de gevangenen van de duisternis tot hem komen, zoals tot die ene die het woord van genezing kende en deelde. Deelde het moeiteloos uit als toverklanken, panterogen, kaboutergrapjes, balken van evenwicht en hoop. De fysica van het licht uiteengezet, tentoongespreid. Vaarwel, maestro, het wordt. Het woud ziet wit van de vrede, windstil verbijsterd, want, en daar kan geen sterveling omheen, het heeft jou herkend, het is aangeraakt. Een verhaal. De Leliestraat. Het monsterlijke kopstuk van Multatuli wordt belicht door de vroege zomerzon. Enkele Amerikaanse toeristen zijn al druk in de weer. Maar Multatuli laten ze links liggen en ze slaan rechts af richting de dam.
al zullen ze nog geen enkele attractie open vinden. Twee honden snuffelen langs de kant van de herengracht, terwijl de auto's snel voorbij rijden. Een vrolijke fietser zingt een populaire popsong, zijn ratelende fiets maar amper in bedwang houdend. In de oude Leliestraat ontwaken de mensen en bijna tegelijkertijd openen zij hun winkels. Het is een druk seizoen, dus er valt veel te verdienen. Overigens is het oergezellig om met de kippen op te staan. Aan iedere kant van de straat staat midden op de weg een straatpaal, zodat er geen auto's door kunnen rijden. Een beschermende weldaad van de gemeente. Een best wel verademing. Het café Leg Af fungeert als sociaal middelpunt, terwijl de andere eetgelegenheden de boel veraangenamen. Alles ziet er keurig uit, vernieuwd en smaakvol. In het café zorgen correct geklede dames voor een vriendelijke bediening. De witte tafels en de lichtgroene stoelen worden juist buiten gezet en een aangename koffiegeur walmt door de openstaande deuren naar buiten. Binnen gaat een slaperig kunstenaarstype zijn ochtendkrant lezen. Hij ziet er doorleefd uit met zijn verwilderde haren en zijn verfomfaaide kleren. Hij kijkt meer naar buiten dan naar zijn krant. Het stoppen van zijn pijp lijkt ook uren te duren. Terecht mag hij zich Rembrandt wanen, of tenminste een afstammeling. Het is een ingesloten straatje met hoge ontfermende huizen, gebroedelijk aaneengegroeid. Er zit een klein kruideniertje, een patatzaak op een hoek, met veel te dure prijzen, twee kledingzaken, een Surinaams eethuis, waar ik heerlijke gerechten heb gehaald, een soort atelier, een kunstenaarszaak, een koffieshop en een artistieke dozenwinkel. Voor het ruit van die laatste winkel dwarrelt een krachtig koolwietje. Tina, de eigenares van deze wonderlijke winkel, want je ziet er werkelijk unieke en prachtige droomdozen in de etalage staan, heeft net haar ontbijt op en ze kampt nog even haar bruine haren. Het wordt een snelle handeling, want ze moet de hond nog uitlaten, waarna ze de winkel zal openen. Haar hond, een wees uit het dierenasiel, is erg dol op haar en hij schuift zijn zwarte kop tegen haar benen heen en weer. Zij streelt hem en ze kijkt in zijn verdrietige ogen. Of is het haar projectie van haar eenzaamheid? Ze zucht een paar keer en dan zegt ze, kom Bingo, we gaan zijn poepie laten ruiken. Via de ijzeren wenteltrap dalen ze af naar de winkelruimte. De geur van lijm en papier vermengt zich met doffe straatgeluiden. Bingo gooit per ongeluk wat papieren kokers om. De vlinder is vertrokken, maar er staat nu een gemaskerde dagpauwoog voor het raam. Het is een slanke jonge dame in superstrakke kleding, alsof het Victoriaanse keurslijfmodel nooit is verdwenen. Ze staart met holle ogen naar een doos met vogels erop. Wanneer ze Tina in Bingo ziet, verdwijnt ze met spoed, een hooghartige, zieloze blik achterlatend. Kom, ouwe jongen, zegt Tina met een levenslustige glimlach. Het is een mooie dag. Bingo volgt zijn bazin met een kwispelende staart. Tina groet de overbuurvrouw, die net haar kleine kindje wat geprakte etenswaren geeft, terwijl de gespierde overbuurman zijn rock'n'roll muziek iets harder zet. Heel, rock and roll. Het is nog vroeg, maar de eerste hennepminnaars schuivelen alweer naar binnen. Er wordt een paradijselijk sfeertje gekweekt. Dat valt alleen maar aan te moedigen, want in feite proberen we toch allemaal de engel met het zwaard te omzeilen. Na het uiten van Bingo's behoeften gaan ze naar Leg Af.
Bingo bedelt waar hij maar kan, terwijl Tina de kunstenaar groet en een koffie bestelt. Alles lijkt gemoedelijk en avontuurlijk. Bij het multituliebeeld lopen twee vrienden, Gerard en Anton, richting Oude Leliestraat. Niet dat het een imposante straat is, zegt Gerard tegen zijn vriend Anton, maar iedere meter staat garant voor een oer-Hollandse sfeer. Wat is dat dan, oer-Hollands? Vraagt Anton. Nou, je weet wel, antiek, behagelijk, Anton Pieck-achtig. Anton! Anton hijst zijn grauwe jeans op en hij zet zijn zwarte hoed wat steviger op zijn pezige hoofd. Kijk, roept Gerard. We gaan naast die aardige vrouw zitten. En terwijl hij dat zegt, scheurt het riempje van zijn rugzak. Oké, waar die wolf loopt, antwoordt Anton. Tina groet de twee vreemdelingen en Gerard vraagt of ze hier ook cappuccino's hebben. Al ligt Max Havelaar koffie meer voor de hand, grapt hij erbij. Oh, ze hebben hier alles wat je hartje begeert, antwoordt Tina. Overpijnst Anton. De kunstenaar vertrekt en groet Tina met een minzame glimlach. Ja, bingo, we moeten ook maar weer eens aan de slag. Kom, kameraad, dag heren. Dag mevrouw, stamelen de al te optimistische versierders. Terug naar winkel zet Tina een bandje van Van Morrison op en ze gaat meteen hard aan de slag, terwijl Bingo nog wat buiten zwerft. Rond 11 uur komt er een blonde engel de winkel inlopen. Ze lacht allerbeminnelijkst en ze groet Tina. Ze komt vaak meehelpen met het maken van de kunstdoos en ze heet Isis, naar de Egyptische meesteres van de hemel. Het is druk vandaag, veel klanten en veel bestellingen. Ook de schrijver Boudewijn Buch komt weer langs om een exclusieve doos voor een kleinood van hem te bestellen. Zuurvrij, absoluut. Ach, hij ziet er zo gewoon uit, zegt Isis, nadat hij weer weg is. Ja, zegt Tina, het is gewoon een aardige jongen, zoals de meeste schrijvers. Intelligent, bizar, maar in het echt net zo getikt als wij allemaal. Heb jij zijn boeken gelezen? Nou, nee, maar wel die film, hoe heet die ook alweer? Oh, de kleine blonde dag. Ja, die heb jij wel. Ja, die heb ik ook. Ja, heb jij hem ook gezien? Op televisie, ja, maar voor een deel. Want ik kreeg bezoek van mijn latrelatie, je weet wel, de schrijver uit Amersfoort. En hoe gaat het met hem, met jullie? Buitengewoon goed.